De toppers en de topstukken van de Arnhem Mode Biennale. Nu bij TV Gelderland. Ik heb nog wat leuks voor je gevonden. Marcia Huskus. Ja? Is al een wat oudere generatie. Is wat cleaner, wat minimalistischer, maar het zit als een huis. Dus, oh, nou. Moeite waard. Klinkt goed. Oké, okay, joh. Now, what is hip? What is cool? Is there some kind of rule? What is hip? What is with it? It's not hard to find, but is it? Or do you have to wait your turn? Good old fashioned kind. Good old fashioned. Welkom bij de vierde Mode Maandag. Nou, de jurk die past. En vandaag gaan twee Gelderlanders voor ons weer de Arnhem Mode Biennale bezoeken. Nicole en Barbara uit Lichtenvoorde. En wat hebben jullie met mode? Een heleboel. Een heleboel? Maar wat is een heleboel dan? Shoppen, shoppen, shoppen. Ja, ja. Winkelen is toch wel erg leuk. Een hobby. Een hobby. Ja. Eén van de hobby's, hè. Ik heb er meer gelukkig. Eén van de hobby's. En er is toch wel een uitzondering op de gewone modebezoekjes die wij brengen. Ja, een keer wat anders. Hoort keer wat erbij. Anders. Ik ben ook heel benieuwd. Ja. We hebben nog weinig gezien, maar... Ja, nou, jullie gaan voor ons dingen bekijken. En okay. Het publiek kan jullie mening horen aan het eind van de uitzending. Ja. Okay. Ik wens jullie heel veel plezier. Ja, dankjewel. Okay, dankjewel. Okay. Ik ben heel benieuwd. We gaan het bekijken. De derde editie van de Arnhem Mode Biennale duurt nog maar 1 week. Dus grijp je kans. Dit nationaal en internationaal bekende evenement speelt zich af op verschillende locaties in de stad. Het middelpunt is rondom het stadhuis en de Eusebiuskerk. Vanaf de start loop je door 9 paviljoens op 5 meter hoogte naar de tentoonstelling in de kerk. En Barbara en Nicole, onze laatste recensenten, brengen een bezoek. Paken. Nee, maar het gaat natuurlijk om het pak. Het staat er zo mooi omheen voor de kunst. Het is natuurlijk wel een pak wat sowieso gedragen wordt. Ja, Maxima misschien. Dat koninklijk huis, denk ik. Mooi broekje met pailletjes. Maar, ja, voor gala's, ja. Ik vind het afschuwelijk. Ja, absoluut niet mijn smaak. Nee. Ik heb ook niks met het materiaal gebruik. Nee. En waarom dit eromheen zit? Nou, dat is denk ik nou echt voor de verpakking. Ja, de vorm. Oh, dit is trouwens wel een mooie broek. Als dat zo, je kunt hem bijna niet zien en dat is jammer. Door die weerspiegeling van het plastic. Ik vind het niet mooi dat dat dan weer zo breed is. Maar de stof ook niet. Ik vind dit helemaal niet. Op zo'n dun popje is dat natuurlijk wel weer leuk. Nee, niet mooi. Kleur ook, helemaal goed. Ja. Het is ook gewoon echt jeansblauw. Ja, jeans. Het zijn ook allemaal balpenkrassen en strepen inderdaad. Ja, maar balpenblauw kan toch jeansblauw zijn? De eenvoud, toch? Terwijl de vorm heel bijzonder is inderdaad. Maar toch, ja, zoals die lamp er ook op schijnt, dat die engel in dat, ja, in dat witte licht. Een engel. Gaat ook ja, het is mooi dit. Prachtig. Ja, mooi. Ja. Oh, dit is leuk. Geweldig. Ja, super. Even een van de leukste dingen die ik nog gezien heb. Ja, dat kan je dagelijks overkomen. Ja. Helemaal als je met kleine kinderen dus zit. En met een stift komt een vlek in de kleding. Ja. En dan daar wat mee doen. Van helemaal het creatieve brein laten werken. Van jurkje maken. Dit komt gewoon dicht bij de werkelijkheid. Ja. De rest wat we gezien hebben is allemaal een beetje veel science fiction. Ja, heel veel fantasie. Maar heel leuk, heel grappig. Ja. Alles wat simpel is, vinden wij mooi. En die is gewoon heel leuk. Doet me helemaal denken aan voor kinderen. Die is gewoon mooi. Ja, en bruin. Mooi. Links, 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 rechts, links, 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 rechts, links. Tijdens de biennale zorgen de zogenaamde stoere vrouwen ervoor dat we ons een beetje bewust worden van de duurzaamheid van mode. Van die pumps aan. Nou.
Kan ik zo mee? Ja, eigenlijk een roze lippenstift. Ik moet lippenstift nog? Ja. Roze lipgloss. Ja. Roze lippen, groene oogschaduw. Jullie noemen jezelf de stoere vrouwen. Maar wat moet ik me daarbij voorstellen, behalve dat jullie er stoer uitzien? Stoere Vrouwen is een landelijke beweging, opgedeeld in regimenten. Dit is regiment Arnhem, groeiend regiment. En ieder regiment draagt op zijn manier de boodschap uit van stoere vrouwen landelijk. En dat is geniet van het leven, maar koop bewust. Iedere aankoop die je doet is een keuze. En jij kunt door je aankoop kun jij bijdragen aan het verbeteren van de wereld. Ja. Als jullie in zo'n formatie lopen zoals dit, hè? Ja. Dan kijk je dus stoer en fair. Ja, maar ja. Hoe is dat dan? Maar we gaan in ieder geval niet met onze fotomodellen, tandpasta, glimlach door de straten lopen. Maar wel een beetje, nou, zal ik eens even een beetje voordoen? Ja, doen we. Een beetje zo, ik kijk gewoon nu strak. Strak kijk ik gewoon nu. En ja, dat is gewoon een beetje de bedoeling. Oh, oké. Maar en doe je dan je mond een beetje dicht zo? Ja, ja, ja. Maar het moet natuurlijk wel vriendelijk blijven. Nee, niet te serieus wat dat betreft. We staan hier bij de Hennis & Maurits en bij de HEMA. Vooral de Hennis & Maurits staat bekend om dat ze heel vaak collecties uitbrengen. Wij proberen ook de aandacht te vestigen op het fenomeen fast fashion. Dat Nederlanders gooien 233 miljoen kilo kleding weg. Dat is bijna 15 kilo per persoon, bejaarde kinderen meegerekend. Daar willen we ook aandacht voor vragen. Duurzame mode betekent ook dat je iets echt bewust kiest en dat je ook kijkt naar de kwaliteit van de kleding. En iets kiest wat je echt heel erg mooi vindt en waar je langer dan 3 weken mee wil doen. Hoi. Wat betekent dat nou, duurzame mode? Dat is een begrip waar heel veel betekenissen aan gehangen worden. Ik denk dat het duidelijkste is om te zeggen, duurzame mode is mode die met respect voor mens en milieu wordt geproduceerd. Als je een beetje verdiept in de kledingindustrie, dan zul je merken dat daar nog heel veel misstanden zijn. Er is toch nog steeds sprake van kinderarbeid, van het verbod op vakbond en vereniging, oneerlijke behandeling, hè, het verschil tussen mannen en vrouwen, een veel te lage beloning. Nou, dat zijn de sociale factoren. En in de kledingindustrie is ook nog heel vaak sprake van echt enorme milieuvervuiling. De kledingindustrie is een industrie waar nog heel wat te verbeteren valt. We hebben het al vaker als geliefkoosde uitspraak. Een klein steentje in het water geeft heel veel kringen. Dus een kleine verbetering spreidt zich uit. Daar dragen wij aan bij. Doei! Nou, what is hip? What is cool? Mag ik even je tasje kieken? Mag je wat vragen? Heb je toevallig net kleren gekocht? Ik heb wel kleren gekocht, maar... Mag ik eens kijken? Al wil je eens laten zien wat het is? Zo, hé. Twee blouses, dezelfde blouse en een andere kleur zie ik, hè? Andere kleur, ja. Nee, ja, niet dezelfde, hè? Beetje. Ja, beetje. Oké. Nou, het zijn de babykleertjes. Ja, ook voor de ongeborenen. Ja. Voor de ongeborenen. Oh, God, lekker. Dan moet jij raden wat het wordt. Ik heb geen flauw idee. Hartstikke chic. Wat een leuk jurkje. En waar heeft u deze gekocht? Markt. Op de markt? Ja. Ik ben heel benieuwd hoe die staat. Zou u die niet eens even aan willen trekken? Nou... Ja, ik heb een mobiel pashokje bij me. Kunt u gewoon heel discreet eronder? Ziet niemand? Ik heb een sjaaltje gekocht voor mijn oma. Eens kijken. Kijk. Voor je oma? Voor mijn oma. En de rest is eigenlijk voor mijn zoon. Kijk, schoentjes en zo. Oké, goede schoenen. Spijkerbroeken. Ben je heel erg met mode bezig? Vooral... mijn eigen smaak. Niet omdat het in de mode is. Niks leuker als in tweedehandswinkels leuke dingen kopen die je dan dus niet 6 keer in iedere rekken tegenkomt. Zal ik het dan of niet? Ja, doe maar joh. Hartstikke leuk. Ja, ik doe je wel. Oké, leuk. Ja. Ik hou alles vast. Oké. Hier? Ja, hier. Nou, wat ik wel merk is dat je, omdat je het vaker ziet, merk ik dat ik bepaalde dingen leuk ga vinden. Maar dan vind ik het net zo leuk om iets vergelijkbaars uit de kringloopwinkel te vissen, dan dat het voor heel veel geld uit de winkel moet. Zo? Yes. En dan doe ik dit even naar binnen. Het is handig, hè? Dit idee zo met die jurk. Zo? Nou, kijk, zo. Nou. Is dat? Ja, staat je goed. Is wel, hè? Ja. Nou,
Nou ja, misschien mag ik het wel eens lenen. Ja, dat zou leuk zijn natuurlijk. Klaar? Ja, ik plak hem aan. Oké, dan haal ik dat ding eraf. 1, 2. Ja. Naar de camera kijken, hè. Laten zien, hè. Tadaa! Mooi, hè? Zeer jachtelaar, ja. Wat ja. is dat dan? Even een rondje. Ja. What is hip? What is cool? Ja, leuk. Dit vind ik wel leuk. Ja, ik ook. Kussentjes zijn altijd leuk. Ja. Verschillende kleurtjes. En dan zulke bijzondere vormen. Denk van, daar kun je dus een grote bank helemaal mee vol gooien. Ja. Ja, leuk. Ja. Ja, leuk gedaan zo met die schoenen. Ja. Zijn al ook toegankelijk voor kinderen. Dus ik denk alleen dat de kinderen van mij niet van het treintje afblijven. Nee. Die zouden hier al overheen rennen. Die schoendozen, die simpele dozen, gewoon wit. Ja. Terwijl je bijzondere schoenen altijd een hele bijzondere doos krijgt. Maar dit zijn gewoon de witte dozen met hele bijzondere schoenen natuurlijk. Ook weer niet draagbaar, althans het merendeel niet. Alleen maar... Heel leuk gedaan ook. Zijn mooi gedaan, prachtig. Die tunnels. Ja. En er zitten trouwens ook ontzettend mooie schoenen tussen, zie ik nou net. Die ook zeker wel draagbaar zijn. Ja, het is gewoon een leuke opstelling. Ja, mooi. En al die boompjes. Die spuitjes. Oh, ja. Ja, heel bijzonder. Wow, kleuren. Mooie stoffen. Ja, deze. Gaan we hem gewoon even pakken. Het is net een boek. Moet je kijken, schitterend. Heel mooi, ja. Mooie stof. Goh, wat mooi zeg, die gouden ballen. Ja. Daar zou ik dus alweer een jurkje van willen hebben. Ja, ik ook. Daar dragen ze ook leggings in het Midden-Oosten. En wat voor leggings. Hier in het Historisch Museum Arnhem is tijdens de Modebiennale een tentoonstelling met de naam La Maison de Poupée. Dit poppenhuis hier achter mij, dat was de inspiratiebron voor kunstenaarscollectief Suze Méchaud om een levensgroot exemplaar te maken. Waarom is dit poppenhuis jullie inspiratiebron geweest? Maar vooral omdat het eigenlijk van verschillende eigenaressen in de loop der jaren was. Dus, en dat kun je zien aan het feit dat een aantal poppen, zeg maar, uit een hele andere tijd stammen dan andere popjes. Popjes uit 1920, stoeltje uit 1930, bed uit weer een andere periode. En ook de maat is niet altijd hetzelfde in het poppenhuis. Sommige dingen zijn bijna te groot, sommige dingen zijn te klein. Wat maakt dat het eigenlijk een heel rijk geheel is, zo'n poppenhuis. En voor ons een goede inspiratie. Waarom? Ja, omdat wij eigenlijk al heel lang een tentoonstelling wilden maken waarin je niet alleen het nieuwste van het nieuwste laat zien. En niet zoals in een bijvoorbeeld antropologisch museum alleen maar oude objecten. Maar waarin we het zoveel mogelijk konden mengen. Dat we eigenlijk laten zien dat dingen eigenlijk van alle tijden zijn en dat ze elkaar beïnvloeden. Zo snel mogelijk. Maar nou, maandag kan ook nog wel bijvoorbeeld. Buiten beeld. Zij en zes, die twee staan mooi ten opzichte van elkaar. Nou is het wel de modebiennale. Is de tentoonstelling vooral gericht op mode? Ja, want eigenlijk in elke kamer is het hart, wordt gevormd door een collectie. En daaromheen hebben we eigenlijk allemaal kunstwerken en sculpturen en vaasjes uit het depot en theepotjes gevonden. Die daar eigenlijk reageren op die collectie of iets met die collectie aangaan. Jullie hebben stijlkamers gemaakt in het museum. Ja. En al die kamers hebben een eigen thema, heb ik begrepen. Ja. Kan je vertellen wat hier voor een thema
aan de hand is? Nou, deze kamer hebben we het parloer genoemd. Het is een soort regentenkamer, een soort officiële ontvangstruimte. En in deze kamer zijn we eigenlijk begonnen met de kamer in plaats van met de collectie. Deze kamer heeft zo'n fantastisch fraai gedecoreerd barok behang. En we zagen deze collectie van Bernard Wilhelm, Spring Summer 2009. Dat is een modeontwerper. Klopt, Bernard Wilhelm, ja. En die collectie heeft heel erg iets wat ook in deze kamer is. Namelijk iets heel baroks en heel... je ziet het aan de pofbroekjes. En eigenlijk heel erg... niet van deze tijd voor mannen om dat soort silhouetten te dragen. Oh, ik zou hem wel willen. Ik zou wel een man willen in zo'n pak. Ja, die man in zo'n pak, zeker. Ik wil echt dat die man in zo'n pak. Ook met het haar? Nou, dat kan niet zo. Zo L'Oréal. Wel wat. Het mooie aan die collectie is dat je denkt het zijn hele chique, zware stoffen. Maar zoals die geel-zwarte set daar, dat is gewoon joggingstof. Dat geldt eigenlijk ook voor dit. Het is een, kan je eraan trekken, Jessica, om te laten zien even? Ja, het is eigenlijk een hele moderne, ook een soort... Ja, een soort joggingpak. Joggingpak. Is het. Ja. Modern barok joggingpak. Ja. Voor de man van nu. Jullie hebben dus dingen samengebracht in de kamer, klopt. Waardoor een bepaald thema versterkt wordt. Kan ik het zo vertellen? De ene keer ondersteunen schilderijen, bijvoorbeeld een collectie. Maar een collectie kan ook een schilderij ondersteunen. Of dat kan elkaar versterken doordat het op een of andere manier met elkaar te maken heeft. Het zij in vorm, het zij in kleur, het zij in tijd of thematiek. Nee, die zwarte en die hier is wel mooi. Dus deze terug. Heel charmant. Heel charmant. Ja, dat is toch de manier waarop je pop-up kan ik. Christine. Ja, moet ik dit even helpen aantrekken? Ja, dat zegt om het goed te zien. Ja. Hebben jullie de stoffen nou uit Afrika geïmporteerd hier naartoe? Nee, dat is heel erg leuk. Er zit een heel, heel mooi bedrijf in Helmond, die heet Flisco. En zij bedienen eigenlijk de Afrikaanse markt van stof. En er is een groep Nederlandse ontwerpers die hier in Helmond werkt aan de descents. En dat wordt dus naar Afrika gebracht. En het is heel mooi, want als mensen die stof kopen, dan laten ze ook altijd bijvoorbeeld een naadje eraan zitten. Omdat dan zie je nog Flisco staan en dat is ook een soort statussymbool. Er zijn stoffen met mobiele telefoons, maar ook teksten als bijvoorbeeld... Hey, blijf van mijn man af, verdorie. Of eigenlijk elke stof heeft dan een ander verhaal. Maar dat betekent dus dat die Afrikaanse gewaden die wij wel eens zien op tv, dat uit Helmond komt. Ja, die worden vervaardigd in Wat een Nederland. Bizar verhaal, ja. Hè? Die Afrikaanse stoffen, of eigenlijk Nederlandse stoffen met Afrikaanse print, hebben jullie gecombineerd met een Belgische modeontwerper. Ja, klopt. En met deze Nederlandse gevoelsmatig behang. Klopt dat. Dingen. Het drietal Suze Meshaw is inmiddels klaar met het inrichten van de 8 stijlkamers. Dit levensgrote poppenhuis in het Historisch Museum Arnhem is nog te zien tot en met 16 augustus. Ergens anders. Now, what is hip? What is cool? Mag ik even je tasje kieken? Hebben jullie net kleren gekocht? Nee, schoenen. Schoenen? Mag ik even kijken? Kan je laten zien wat je gekocht hebt? Ja, allemaal in de uitverkoop. Meneer, mag ik even in het tasje kijken? Ja, maar altijd kijken. Kijk, ik ga er echt bijna mijn kop nog in. Ja, dan ga je maar een paar dagen doen, ik heb iets hoger. Precies, oké. Nou, dit zijn mijn nieuwe schoenen. Oh, dat zijn inderdaad, dat zijn hartstikke chique schoenen. Mooie schoenen. Ja, wil je ze even aan? Oeh, pikant. Pikant, ja. Klopt. Wat doe je daaronder dan? Misschien een zwart shirt, ja, misschien wel niks. Zo is het. Moet kunnen. Bent u wel op de hoogte van de laatste mode? Nee, ik ben helemaal niet modebewust. Af en toe ben ik in de mode. Als je iets door je knieën gaat, dan zien we niet wat daar onder de jurk gebeurt. Dat maakt het extra spannend. Ik zie er best wel jaloers naar bekijken. Ja, dat denk ik ook, ja. Ja, ik koop wat mijn hart me ingeeft, hè. En dat... Of dat nou mode is, ja of nee, dat maakt me eigenlijk niet zoveel uit. Nee? Hoewel, nou, die modebiennale natuurlijk wel heel, heel goed is, hè, voor... Die draagt er wel aan bij dat u anders kijkt naar kleren? Ja. Oh ja? Ja, een beetje dat artistieke, dat er allemaal achter zit. Al die jonge mensen, prachtig. Ga je een broek aan doen en dat pikante shirtje. Dus ja, oh ja, oh, de pikante shirtje. Ja, precies. Waar zijn de tasjes? De kleren zijn wel van Bibra. Dat pakt toch niet uit? Oh, het is een beetje hetzelfde als wat je al hebt. Sterker, het zijn dezelfde. Het zijn helemaal dezelfde. Die anderen waren zo lekker, ik zei, daar ga ik een paar van bij. Dat is met mannen heel vaak zo, volgens mij, hoor. Ja, daar hoeven we niet zo te zoeken, hè. Precies, zo van, oh, dat zit lekker.
En het, is ook nog, het ziet er ook nog goed uit. Gaat er gewoon een beetje om. Dat hebben wij gezien voor de tv, zo... klopt dat? Ja. Oh, dus hij heeft het al gezien? Ja, ja, wij komen uit Elst. Als het even lekker frisjes wordt. Dat is een mooi fris vetje inderdaad. Ja. Ja, dat is een klein beetje wens, hoor. Leuk. Vindt u het ook leuk? Ik vind het altijd leuk. Alles was ik echt waar? Ja, alles was ik als mijn staat. Doen jullie altijd een pashoekje om als je schoenen aan? Ja, altijd. Oh, schattig. En die is allemaal voor haar dochter. Allemaal voor je dochter? Ja. Ja. Tada. Zie je? 1, 2. Tada. Wow. Ja, dit is de onderkantse versie. Maar. Ja, maar dit is wel... Nou, ja, je ziet het wel, dat dit heel spannend wordt daar. Ja. Kom. Ja. Ja? Yes. Oké. Okay. De stoere vrouwen zijn op een missie. Het koopleger houdt zich bezig met de duurzaamheid van mode. Mevrouw, u kijkt zo geïnteresseerd naar ons. Jullie vragen dus aan mensen of ze duurzame kleding kopen, of ja. ze het hebben, of dat ze er van gehoord hebben. Gehoord hebben ja. Of dat ze misschien ook een merk kunnen opnoemen van een fair fashion label. Ja. En dat is eigenlijk puur om contact te maken en ze vervolgens gewoon te kunnen informeren over het bestaan van die kleding, mochten ze inderdaad ontkennend antwoorden. Ja. Want worden jullie dan heel boos als ze zeggen... nee, daar hou ik me niet mee bezig, heb ik nog nooit van gehoord? Nee, daar worden we helemaal niet boos op. Want de insteek die wij als stoere vrouwen hebben... is dat iedere aankoop is een keuze. En dat is eigenlijk een bewustzijn dat je bij jezelf kan ontwikkelen. En daar willen wij een bijdrage aan leveren. Je kent dus ook niet een merk? Bijvoorbeeld een... Ik ken wel bijvoorbeeld Ishi of zo... Kuyichi. Kuyichi, ja. Zoiets. Ja, ja. En wat weet je daarvan? Wat eigenlijk zo'n merk dan inhoudt? Weet ik niet precies, maar ik denk dat het bijvoorbeeld niet in Afrika wordt gemaakt of in China door zielige kindjes. Dat denk ik. Oké, okay, let je daar wel eens op als je kleding koopt? Of denk je daarover na? Van, in principe niet, maar... Nee, maar zou je dat willen? Zou je daar meer mee willen doen? Ja, eigenlijk wel. Ja. Is duurzame mode altijd duurder? Aan zich is een kledingstuk dat duurzaam geproduceerd is niet duurder. Omdat eigenlijk de onderdelen die de prijs van bijvoorbeeld een t-shirt bepalen... voornamelijk zitten in transport en de huur van een winkel... en het personeel dat het moet verkopen. Dat zijn eigenlijk de duurdere factoren. En het onderdeel van milieuvriendelijke werken of een beter loon betalen aan een arbeider, ja, dat zijn maar hele kleine percentages. Hallo. Hi. Goeie spullen. Echt wel? Ja. Zie je dat nou meteen, dat goede spullen zijn? Ja, want hier staat organic cotton op. Dus dat is meteen duidelijk. Oké. Dat is voor de consument fijn, hè? Als blijkt dat er gewoon echt een duidelijk herkenningsteken op staat. En daar kan je wel van op aan, dat het ook zo is. Gewoon ja, is goed. Vragen zo. Dat is de vraag ook, hè, voor de klanten. Hoe zit het precies? Oké. Ja. Ja. En wij weten het ook niet allemaal. Hoi. Ik wilde jou even wat vragen. We hebben deze broek gevonden. Er staat op organische katoen. Maar hoe weten wij nou of dit echt 100% organische katoen is? Kan je daar wat over vertellen? Wij hebben het bij G-Star ingekocht. En zij garanderen dat. Dus dan mag je ervan uitgaan dat het goed zit. Weet je of G-Star is aangesloten bij Fairwear of Made By bijvoorbeeld? Volgens mij doen ze niet bij Made By. Maar je hebt inderdaad bijvoorbeeld Made By met een blauwe knoopje. Als je die ergens op kledingstukken ziet, dan weet je dat daar een goed verhaal achter zit. Die zijn allemaal hip uitziende, jonge, moderne vrouwen. Daar zie je een truitje hangen. Wat absoluut niet ecologisch verantwoord is. En dan? Laat ieder van jullie dat dan hangen? Misschien dat we dan even een donatie aan een goed doel moeten doen... als we dat t-shirt in de tas stoppen. Want kijk, we zijn niet roomser dan de paus. Laten we wel weten. En we kunnen de kledingfabrikant aanschrijven. Ja. Er is een mogelijkheid om via de Schone Klerencampagne...
om je favoriete merk aan te schrijven en te vragen of ze wat willen doen aan de verbetering van de arbeids- of milieuomstandigheden waaronder het kledingstuk gemaakt wordt. En hoe zit het bij jullie? Wat doen jullie eigenlijk met duurzame mode? Wij maken kleding van brandnetelvezels. Mm-hmm. Het is een mooie plant. Vraagt om weinig chemicaliën. Mm-hmm. Komt weinig water bij kijken. Is goed voor de ecocirkel, voor de omgeving. De mensen die erin werken, die hebben er geen last van. Worden er niet ziek van. Mm-hmm. En in die zin is het perfect. Maar een brandnetel of niet, het is sowieso 100% milieubewust geteeld. En iedereen die eraan meewerkt, die verdient een eerlijk loon. Precies. Hartstikke goed. Mm-hmm. Dat draagt lekker, lijkt me. Oh, ik ben helemaal geen stoere vrouw. Now, what is hip? What is cool? Naturel. Ja, rust. Ja, naturel. Als ik hier dus binnenkom, dan word ik gewoon helemaal rustig. Oh, rustig. Ja. Helemaal goed. Mooie rustige materialen. Ja, breisels en dan echt het naturel. Ja. Dat is ook katoen. Dat is ook geen kriebelstofje. Zoals dat. Kijk dan. Schapenvachtjes. God, wat een werkzegel. Last breath, bruises, in no time, body skin, hair, perfect hurts. Het zijn hele bijzondere steken. Ik ben niet zo... Nee, het zijn geen bijzondere steken. Ach, jawel, joh. Dit niet. Dat is gewoon recht en afrecht, meer niet. En dat is gehaakt. Dat is niet gebreid. Zou dit allemaal gehaakt zijn? Ja, dat is gehaakt. Dit lijkt op die pannenlapjes van Tante Riek. Ja. Het valt allemaal. Die haakt altijd pannenlappen, dat is precies. Ja. Die zou dit ook kunnen, denk ik. Ja, nou niet meer. Ja, heel creatief. Super. Apart ook, ja. Echt met kaarten gewoon iets maken. Handschoenen, kettingen. Riemen, riempjes. Ja, ook weer zo'n SM-gevalletje. Ja. Van heel zacht leer, allemaal die fijne handschoentjes. Ja, super. Dat mensen, dat je het allemaal zomaar bedenkt. Wat staat daar nou? Ja, wat staat daar nou? Ja, dat is de bedoeling dat het nou net niet heeft. Het lijkt wel Russisch. Volgens mij wel. Okay. Ja, ik. Ah. Oh, leer. Allemaal leer. Leer? Het is allemaal leer. Oh, schitterend. Leer is dus helemaal super. Ik ben wat dat betreft ook wel zo'n leervriek. Ja, jij ook wel. Ja, dit is schitterend. Ik had niet gezien, het lijkt net stof. Ontzettend mooi, zeg. Ik zou er niet meer rondlopen. Ik vind het heel mooi voor op de pop. Ja. Now, what is hip? What is cool? Slenterend door de binnenstad kun je de expositie Three Times a Lady zien. 15 winkels in de stad hebben de Arnhem Modebiennale mascotte van 2005 aangekleed. Deelnemers zijn onder andere Minouche en Rune, de vintage shop 30 Days Left en Trickle Down Fabrics. Tot en met 5 juli is de Guerrilla Store geopend aan de Turfstraat 1. In deze tijdelijke winkel vind je eerlijke en duurzame producten. Jonge ontwerpers creëren ter plekke nieuwe kleding van gedragen stukken. En op 5 juli is er een kledingruilwinkel. Donderdag en vrijdag zijn de eindexamenshows van de modeafdeling van Artes. Aanstaande zaterdag, hier op TV Gelderland, een impressie van deze show. If you get a little frantic, no need to panic. Nou, het zit er weer bijna op, maar niet voordat wij de mening hebben gehoord van de zusjes die op pad zijn geweest voor ons. Hoe was het? Ja, bijzonder. Ontzettend, ja, mooi. Kunst. Apart. Geweldig, apart, ja. Ja. Heel veel verschillende dingen. Ja, heel divers. Veel, maar die futuristische dingen allemaal. En wat dan, vond ik bijvoorbeeld? Echt dat uitgesproken, een beetje science fiction-achtig. Ja. Waar heb je dat gezien dan? Overal wel kwam het terug. In het museum. In het museum. Het gezien, hier een paar keer. Het science fiction en het sadomasochisme kwam er met heel veel dingen een beetje terug. Een beetje SM, dus zo kwam het bij pakjes en ja. Maar verder, ja, gewoon heel bijzonder. Mooi, mooie kleuren. Ja. Vormen, vooral hele mooie vormen. En wat vond je nou echt het allermooiste? Stiften. De stiften, ja, was gewoon heel erg leuk. Er waren ook, ja. Je bedoelt die jurk waar die stiften in zaten? Die gaan lekker en die vlekken veroorzaken. Ja. En de waslijn? Ja, die waslijn met de Welcome. Daarachter was erg
ja, leuk. Leuke manier om mode te laten. Ja. Ja. En wat ik mooi vond was dat leer, dat staat hier ergens tussen, vooral heel veel dingen van leer. Viel ons op, we hebben heel veel dingen van leer gezien. En de mooie stoffen in het museum. Ja. Hebben jullie nou zelf echt ideeën opgedaan van, oh, dit is ook wel gaaf, of zoiets ga ik ook een keer kopen? Of, Nee, nou, niet echt. Nou, zoiets ga ik een keer kopen. Wel dingetjes gezien, zo van, dat zou ik wel een keer willen dragen op een feestje. Die hier met stift. Op handschoenen, welke dan? Ja, een topje. Leren handschoenen? Ja. Daar is een topje van gemaakt dan. Ja. Oh ja, in het museum. Ja, dat zijn gerecyclede dingetjes allemaal. Ja. Een heel duur dingetje. Ja, heel duur. Een heel duur dingetje, denk ik. Ja. Dus ja, dan maar ja. Voorbij. Okay. En als je nou de modebiennale als geheel zou moeten beschrijven, is het toegankelijk voor mensen die geen verstand hebben van mode, vind je? Ja, absoluut. Wel. Ja? Ja, absoluut. En ik vind ook echt dat iedereen een keer een kijkje moet gaan nemen. Het is ook niet een echte trendsetter. Ik zie dingen die al in de mode zijn. Snap je? Ja, of al zijn geweest. Er zitten of dingen tussen van... Ja, er zitten ook gewoon dingen dat tussen. Dat houden van, jullie wel bij, wat er in de mode is? Dat houden wij wel een beetje bij. Ik hou het niet bij, maar het valt me op. Ik denk als het je interesseert, dan zie je dat gewoon. Ja. Wel wat je vanzelf op. Ja. Wat in is of wat niet in is. Ja. 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 Ik heb niks vreemds gezien. Niet dat ik denk van, dat... En wat wij beide mooi vonden, waren de klassieke stukken. Ja. Vooral de klassieke stukken. Ja, mooi. Ik vond het super. En het is gewoon leuk om meegemaakt. Ja, het is zeker bijzonder. Ja. Jullie zien we in de volgende week de laatste aflevering van de Mode Maandag op zaterdag. Een hele speciale uitzending. Namelijk de eindexamenshow van de studenten van Artes. Kijken. Nou, gaan jullie ook kijken? Zeker kijken. Ja. Heel veel van deze dingen zijn ook gemaakt. Ja, ik denk dat het is. Oude mensen is het mooiste.